Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik op bezoek. Ik ben op bezoek bij een andere bank. Hè. De vorige keer waren we bij de kredietcoöperatie De Schakel. Vandaag zijn we ook bij een andere kredietcoöperatie die intussen tot een bank verworden is. En dat is Kudu. En het leuke van is dat eigenlijk beide organisaties even oud zijn. Alleen is Kudu een paar weken ouder dan De Schakel, want Kudu is in december vorig jaar 50 jaar geworden. Dus we zijn ook een beetje kennis komen maken met de directeur van Kudu. En dat is de heer Percy Kleinum. En we gaan nu dus naar meneer Kleinum. Meneer Kleinum, welkom in gesprek met. Dank u wel. Nou, en alsnog ook heel hartelijk gefeliciteerd. Hè? 50 jaar, een halve eeuw. Klopt helemaal. En het gaat nog goed met de bank? Het gaat heel goed met de bank. Ik moet zeggen dus dat, zoals u in uw inleiding gaf, inmiddels is de coöperatie heeft een bankvergunning gehad ongeveer. Ik denk het zal nu al 12 tot 13 jaar geleden zijn. En dus we zijn nu waar we nu zijn. We hebben enorm veel ontwikkelingen meegemaakt als coöperatie, maar nu ook als bank. En dat stemt toch wel goed. Ik moet wel zeggen, het gaat heel goed. We streven natuurlijk altijd naar meer, maar het gaat. Oké. Maar laten we inzoomen op de meneer Kleinum zelf. Hoe lang bent u al directeur hier? Zo, ik ben nu iets langer dan 3 jaar directeur. En het bevalt nog steeds. Dus ik hoop dat ik hier mijn pensioen kan genieten. Maar u bent dus uit het bankwezen zelf? Ja, klopt. Ik ben daarvoor ruim 24 jaar verbonden geweest aan een andere bank. Ook als uiteindelijke directeur. Maar op een gegeven moment dacht ik om een andere uitdaging aan te gaan. Dus toen dit me werd aangeboden, heb ik eigenlijk met beide handen het aanbod aangenomen. En het mooie is, het werd u aangeboden. Dat wil zeggen, men is op de hoogte van uw kennis en kunde. Klopt. Ik ben wel bescheiden daaromtrent, maar ik moet dat wel toegeven, ja. Was het altijd uw droom om in het bankwezen te gaan? Droom, laat me dit ervan zeggen. Toen ik op de universiteit zat, liep ik met vrienden vaak in de tegenwoordig Jagannath Lachmanstraat. En dan liepen we langs de NOB, dus die was op onze route. En het was wel zo toevallig zo, dat we waren met z'n drieën, dat we altijd dus wel een zekere mate van affiniteit hadden dus met de NOB. En inderdaad was het dus toen wel een droom, een wens om ooit bij een bank te werken. En uiteindelijk zijn 2 van de 3 dus inderdaad bij de bank beland. Echt waar, dat is wel mooi. Want meestal gaat het zo, als u een droom heeft als student, dan gaat u solliciteren en dan krijg je dan geen vacature. Dat is dus niet gebeurd. Nee, dus het was ook dan heel toevallig zo dat op het moment ik toen in de afrondende fase was van mijn studie, verscheen er een advertentie van 2 banken die zochten naar medewerkers. Ik heb gesolliciteerd, kreeg van beide banken een oproeping. Maar de ene had binnen 1 week al een antwoord gegeven. Dus ik was al heel gauw aangenomen bij de ene bank. En zo toevallig is mijn vriend dan toentertijd beland bij de andere bank. Dat is echt mooi. En zijn jullie nog vrienden? Helaas is hij een paar jaar geleden komen te overlijden. Oh, ja. Maar ja, we waren dus tot het laatste moment nog heel dikke vrienden. Okay. Ja. Nou, u zegt, Kudu is van een kredietcoöperatie overgegaan tot een bank. Waarom was die noodzaak er? Wilde deze organisatie geen kredietcoöperatie meer zijn? Misschien moet ik het goed uitleggen. Dus dat zoals het wordt verwoord, is de juridische status nog steeds een coöperatie. Alleen is er een bankvergunning aangevraagd en verkregen. En dus in feite werken we dan op basis van de bankvergunning. De noodzaak is toentertijd zelf door de leden aangegeven. De coöperatie heeft dus leden als eigenaar. En die hebben de wensen kunnen gegeven dus dat ze meer producten, meer diensten willen. Waardoor ze dus dan niet speciaal een bankrekening hoefden aan te houden. En bij Kudu en bij een andere bank. Dus zodoende is dan dus de behoefte aangegeven om een bankvergunning aan te vragen en verkregen. En dat is dan de uitdaging dat we dan erbij zitten. Dat we dan steeds meer de bankaire producten moeten overnemen om te implementeren in deze organisatie. Dus iedereen, alle leden die ergens elders een bankrekening hadden, zijn overgeswitcht? Nou, we moeten ze nog helemaal aan boord krijgen, omdat we nog een paar producten en diensten moeten implementeren. Maar want als het goed is, we zitten ruim met meer dan 100.000
leden die ooit dus hier zaken hebben gedaan met Godo. En we zitten misschien op iets meer dan de helft die actief deelneemt dus aan de activiteiten van deze bank, dus die gebruik maakt van de faciliteiten. Maar we weten dus dat we nog veel meer moeten doen, maar we zijn daarmee bezig. Ja. Er is een roadmap uitgerold en langzaam maar zeker worden al de producten dus geïmplementeerd. Want ik hoor één klacht vanuit de gemeenschap, hoor, is dat je lang moet wachten als je bij Godo zaken doet, lange rijen. Is dat nog steeds zo? Dat is helaas nog zo, maar dat geeft aan dus de bewegelijkheid van de organisatie. Er zijn inderdaad heel veel leden, heel veel klanten. Maar ik moet wel toegeven, hoor, dus dat dit eigenlijk voornamelijk is veroorzaakt door de maatregelen die we moesten treffen in het kader van COVID. Weet je, dus dat we maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten tot onze kantoren. En vorig jaar hebben we wel dus een inhaalslag gemaakt ook om het digitale mogelijk te maken. Wat dat veroorzaakt in feite die opstopping. Dat je dus tot daarvoor geen goed werkende mobiele bank-app had. Dat hebben we nu. We hebben internetbankieren waar dus men niet speciaal meer dus naar de bank hoeft te komen om bepaalde transacties te verrichten. En later in het jaar rollen we ook uit dus dat de mensen online hun lening kunnen aanvragen. En dan hopen we wel dat definitief de klachten dan tot het verleden zullen behoren. Okay. Ja. Nou, u zegt dus de basisprincipes die zijn gebleven. Dus mensen sparen nog en... Je weet toch, want je weet van kredietcoöperaties zeiden altijd, mensen helpen mensen. Ja. Dat is er nog. Dus het fundament blijft ongewijzigd. Het enige wat we doen is dus de bankaire diensten dus inbrengen in de organisatie. Mm. En verder, het sparen wordt nog steeds gestimuleerd. Helaas dus ons mooi product, het Happy Money Bee spaarproject, speciaal voor kinderen. Waarbij we fysiek naar de scholen gingen. Dat kan natuurlijk dus nu niet zo plaatsvinden. Maar we zijn wel bezig hard te werken aan een oplossing. We hopen dus later dit jaar de jongeren te kunnen verrassen met een speciaal voor hun ingerichte app, mobiele app, waardoor ze dus weer kunnen verder kunnen sparen. Dat is hun ding, hè? Jongeren, helemaal. Ja. Ja. Maar hoe gaat het met het sparen? Sparen veel mensen? Kunnen veel mensen nog sparen? Eerlijk gezegd, wij hebben dus juist ervaren dus dat zeker de... er zijn natuurlijk mensen dus die vanwege de moeilijke tijd dus minder kunnen sparen. Maar best verwonderlijk, onze grootste portefeuille van aangetrokken middelen bestaat nog steeds uit spaargelden. Nog steeds uit spaargelden. Kijk, we hebben waarschijnlijk ook gemiddeld een iets hoger rentepercentage dan de overige banken. Is dat zo? Want dan moet ik ook hier komen sparen. Helemaal. Wat is het verschil? Ik denk, wij zitten gemiddeld op 8% en ik denk dat het bij de andere banken 4, 5, 6% is. Dus kijk, al is het een klein bedrag dat iemand over heeft, ze kiezen er toch liever voor om dat even te laten. En als ze het nodig hebben, dan kunnen ze dan altijd daarop aanspraak maken. Maar wat ook veel gebeurt is dus dat de spaargelden kunnen dienen als dekking voor een lening. En dus dat concept is er nog steeds. En de mensen maken nog goed gebruik ervan. Dus gewoon als je gewoon bijvoorbeeld een hypothecaire lening of een autolening wil doen, dan kan ik gewoon binnenstappen en zeg ik wil een lening? Als ik geen lid ben? Klopt. Dus dat is een van de belangrijke voorwaarden geweest van dus het bank worden. Dus dat je dus dan niet alleen voor je leden dus je diensten kan aanbieden, maar natuurlijk ook gewoon voor ieder die binnenstapt. En dat maakt dus dat het nog steeds zo druk is, want de mensen blijven komen. Er is een bepaalde concept waarbij je dus inderdaad, of vanwege sparen, maar de normen, de voorwaarden die wij toepassen zijn een beetje acceptabeler voor zeker een bepaalde doelgroep. En dat maakt dus dat de mensen dus natuurlijk nog steeds hun weg vinden naar Godo. Nou, maar u heeft aangegeven aantrekkelijke rente wanneer je spaart. Maar hoe staat het met de interesse als je een lening hebt genomen? Want ik hoor dat die best hoog ligt. Ik denk dat wij dus, we doen regelmatig onderzoek met bij onze collega banken. En ik denk niet dat we veel afwijken daarvan. De percentages zijn dus redelijk marktconform. We mogen geen afspraken maken over de hoogte van het tarief. Maar daarom, omdat bij ons winstmotief niet het voorname doel is, houden we dus dan weliswaar iets minder over. Maar we zorgen wel ervoor dat wij dus zeg maar in de range van de overige banken dan blijven als het gaat om onze rente van kredieten. Tenslotte toch ook een commerciële bank? Helemaal.
helemaal. Dus, maar u probeert die concurrentieslag gaat u toch wel? Ja, eigenlijk proberen wij onze concurrenten voor te zijn met een steeds betere service. Ik moet toegeven dus dat we nog wat uitdagingen hebben, maar er wordt wel hard aan gewerkt dat onze service gewoon prima moet zijn. En dat denken we wel, dus dat de klanten en de leden tevreden zullen zijn. Van de laatste tijd horen we een reeks klachten over commerciële banken. Mensen kunnen niet aan hun gelden komen, er zijn... Ik heb begrepen dat een bepaalde bank een minimumbedrag heeft gezegd dat je kan storten. En die ligt boven de 2000. Heeft Godot dat soort dingen ook? Of kan men gewoon, als ik een kleine 500 heb thuis, dat ik het kan komen storten? Kijk, wij hebben die regel niet. Dus we hebben geen beperkingen dat mensen kunnen storten. Maar het probleem ligt eigenlijk veel dieper en heeft te maken dus met de geldtransporten die banken moeten doen van en naar het buitenland. We weten dat dat al jaren geleden dus onder druk is vanwege een calamiteit dat zich heeft voorgedaan in Nederland. En op dit moment is er inderdaad bij een aantal banken, niet bij allemaal, maar bij de meeste banken een overschot van de US-dollar. En dat maakt dus dat er beperkingen zijn bij die banken. Wij hebben dat vooralsnog niet, omdat wij dus dat probleem ook niet hebben. We hebben overigens ook niet die grote klanten die met heel grote bedragen komen naar de bank. We zijn dus tot zeg maar de middenmoot, de lagere klasse tot de middenmoot. En die kunnen vrijelijk hun gelden storten bij ons. Elk bedrag? Ja, any amount. Want ik heb zoiets van, de bank moet er zijn voor de grote, maar ook voor de kleine man. Klopt, helemaal. We zijn er natuurlijk ook voor de grote. En als die, kijk, wat een van de belangrijke dingen is, dat ze wel moeten kunnen aantonen. Weet je, als een wat we noemen een kleine man komt en hij zegt, ik wil $50.000 storten. Ga wel even vreemd opkijken van, hoe kom je aan het geld? Want we moeten ons wel houden aan de compliance vereisten. Dus dan gaan we wel vragen stellen. En als het niet past binnen het profiel, als de persoon niet een goede verklaring kan geven, dan wordt het wel geweigerd. Weet je? Dus in dat geval, je moet wel een goede onderbouw hebben van hoe je komt aan de middelen. Maar voor de rest verder. Je wil niet een plakkaat op dat die ook geld wit was er. Absoluut niet. En zeker niet met die NRA die straks opkomst is. Willen we dat liever niet hebben. Maar is Godot, u had het ook over dat geld dat aangehouden was in Nederland. Maar was Godot ook een beetje betrokken bij heel kassereserve schandaal en alles wat daarmee te maken had? In die zin dus dat wij dus ook onze gelden bij de centrale bank hadden geparkeerd. Dat is conform instructies van de centrale bank toen. Dus natuurlijk hebben wij ook toen te lijden gehad. Maar we moeten wel zeggen, kijk, wat misschien minder goed bekend is, er is een goede regeling getroffen met de centrale bank en die houdt zich stipt aan de terugbetalingsverplichtingen naar alle banken toe. Dus wat ons betreft is dat gedeelte wel goed opgelost hoor. Ja, we zijn heel blij ermee. Want dat wil zeggen, want het trekt door, hè? Als u te lijden had, dan zouden ook de klanten te lijden hebben. Nou, het jaar 2021 is dus afgesloten met een biggie jaar. Ja, klopt helemaal. Is het in financiële zin ook goed gegaan? Ja, we hebben dus wel een positief resultaat. Het exact bedrag heb ik nog niet voorhanden. Maar ik moet wel aangeven dat, kijk, we zijn als banken, moeten we volgens de wet vanaf 2020 op andere standaarden, internationale standaarden, onze boeken gaan bijhouden. En daar heb je dus extra voorzieningen die je moet gaan treffen als bank. Maar overal staan we er wel goed voor als bank. Op dit moment wel, ja. Dat zijn de zogenaamde compliance regels. De IFRS regels, International Financial Reporting Standards. Dat zijn dus boekhoudkundige regels die internationaal worden gehanteerd. Die moet op bij wet vanaf 2020 worden toegepast. Maar waarom? Wat was de nood? Een van de belangrijkste zaken is dus dat je eigenlijk je cijfers beter kan vergelijken met buitenlandse partners. We hebben als banken natuurlijk allemaal onze correspondentbank, we hebben partners in het buitenland. En als je zo een jaarrekening gaat bekijken en de opstelling verschilt, dan komt men niet altijd eruit. Er zijn ook belangrijke zaken waarbij wij als banken rekening mee moeten houden. Die hebben betrekking op bepaalde voorzieningen die je vooraf moet treffen. Bijvoorbeeld voorzieningen als iemand zijn lening niet op tijd
kan betalen of zal kunnen betalen, moet je al is het een klein deel daarvan alvast beginnen te voorzien. Zodat niet wanneer het zover is, dat je in één keer een heel groot bedrag moet voorzien. Dus dat zijn de gedachtegangen erachter. En op zich staan wij dan wel helemaal erachter, omdat het is ook beter voor ons, vergelijkbaar. We kunnen beter communiceren met onze counterparts in het buitenland als het gaat om de financiële cijfers. Daarvoor moet je allerlei teksten uitleg geven, want ze snappen het niet. Ja. Dus met die IFRS-standaarden is het toch wel beter geregeld. Dus het lijkt moeilijk, maar eigenlijk is het om zaken eigenlijk efficiënter te laten verlopen. Ja. Veel beter, veel transparanter om het zo te zeggen, om je boeken op die standaarden bij te houden. Codo heeft ook vestigingen in de districten? Klopt. We hebben een vestiging in Albina. We hebben eentje op Lelydorp. En we hebben als enige bank vooralsnog twee vestigingen in het binnenland. Eén op Atjoni en één op Nieuw Aurora. En het loopt? Over Nieuw Aurora moet ik zeggen, dus dat wij nu bezig zijn te bekijken, want het is een dorp bestaande uit, dacht ik, ongeveer 8500 mensen. Maar je hebt daarnaast nog een heleboel dorpen die verderop liggen en dus die eigenlijk van financiële diensten ontstoken zijn, verstoken zijn. Dus wij willen dus zeker in dit jaar, we zijn pas geweest naar een kroeg toe, hebben daar met de mensen gesproken. En we willen dus zeker wat dat betreft veel meer gaan doen in dat gebied. Dus daar zien we wel een mogelijke uitbreiding. Voor wat betreft de overige filialen gaat het wel prima. Maar voor Nieuw Aurora weten we dus dat er nog een uitdaging is. Er is overigens daar een beperkte vergunning dat we alleen maar kastransacties kunnen doen. Dat willen we verder gaan uitbreiden, want er is ook behoefte voor de kleine man daar om een lening te nemen. Weet je? Dus die behoefte is er en daarin willen we wel gaan voorzien. Ja. Ja, want dat zou mijn vraag zijn, wat voor diensten bieden jullie aan? Dus alleen kasbetalingen. En die mensen hebben dus pinpassen en zo? Ja, ze hebben pinpassen, maar dan zit je ook weer met het probleem dat ze helemaal naar Atjoni moeten om te pinnen. Hè? Want al die dorpen, pas vorig jaar, dacht ik, in augustus, heeft BNets dus het initiatief genomen om samen met de andere banken een ATM te plaatsen op Guyaba. Maar we staan er niet bij stil hoeveel andere dorpen vooralsnog verstoken zijn van de financiële diensten. En wij zien dus voor ons als Godo wel een rol daarin weggelegd. Het is voor mijn komst is het geïmplementeerd met het kantoor daar. En aan mij de opdracht is om alleen maar verder te gaan ermee. Continuïteit. Maar er speelt nu een probleem. Overal waar we komen hebben mensen last van geen kleingeld. Alle winkeliers geven je snoep als kleingeld. Wat is het? Waar is al het kleingeld? Goeie vraag. Ik denk dus dat, kijk, we hebben deze situatie ook al eerder gehad. Waarbij, we moeten het niet onderschatten, dat vele mensen dus die muntjes of het kleingeld niet gebruiken. Ervoor kiezen om dat te sparen, plaatsen in een spaarpot. Ik denk zo in de begin jaren 2000 hadden we hetzelfde probleem. Dat uiteindelijk toen de geldinwisseling kwam, kwamen er miljoenen van die gelden kwamen weer in het systeem. We denken dus dat vanwege dus de toename van de prijzen in de winkels, dat eigenlijk dus het gebruik van kleingeld dan bijna in vergetelheid is geraakt. En dat dus de mensen dan dat weer gaan oppotten thuis. Als iedereen zo het kleingeld oppot, ja, voordat je denkt, is een heleboel van het geld dan buiten het gezichtsveld. Sommige winkeliers ook ertoe zijn overgegaan om die munten, één SRD-munten te smelten. Want is dat puur zilver? Dat is mij eerlijk gezegd niet bekend. Die vraag zou ik aan de centrale bank moeten stellen, maar het is mij niet bekend dus dat ze dat doen. Maar kan men bijvoorbeeld hier ook aan muntjes komen als men bij de bank komt? We hebben een beperkte hoeveelheid. Toen we gingen naar de scholen voor ons schoolspaarprogramma, toen hadden we wel voldoende beschikking over kleingeld. Ja. En wanneer het nodig was, konden we ook in ieder geval de centrale bank eraan helpen. We hadden dus wel een x aantal jaar geleden maakten wij dus gebruik van faciliteiten die de centrale bank had om dus kleingeld bij ons af te nemen. Maar inderdaad dus nu, daar we niet meer gaan naar de scholen, is dat wel een beetje teruggevallen. U bent 3 jaar geleden hier binnengestapt en u heeft opdrachten gehad, continuïteit. Maar welk nieuw product heeft
u geïnitieerd? Nou, een heleboel. Het zou moeilijk zijn. Kijk, ik zei, vorig jaar hebben we onze hele banksysteem vernieuwd. We hebben een nieuw platform. Onze internetomgeving is vernieuwd. We hebben een nieuwe mobiele bankapplicatie. Binnenkort hebben we geïntroduceerd, zeven loketten. Die moeten een van deze dagen dus de deur uitkomen. Ik gaf ook al eerder aan dat online leningsaanvragen iets is dat binnenkort ook een feit zal zijn. Postapparaten zullen we ook binnenkort lanceren. Dus er is heel veel werk aan de winkel. Ik ben heel hard bezig. Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Er is een compleet team dat daarachter staat. En in ieder geval belangrijk is dat ze me de ruimte geven om het werk te doen zoals het gedaan zou moeten worden. Alles in het belang puur van de eigenaren van de bank en de leden die zelf zeggen van, hé, kijk, wij willen hier bankieren, maar we moeten wel al die producten en diensten kunnen hebben. En daar spelen we gewoon op in. En ik heb gezien dat er ook verbouwingen hier hebben. Klopt helemaal. Dit pand is opgezet 2 jaar terug. Waardoor we dus wat meer kantoorruimte hebben voor de medewerkers. Want dat is wel van belang dat die medewerkers zelf ook in een goede omgeving kunnen zitten. En daardoor creëren we dan ook natuurlijk meer ruimte voor onze klanten. We zijn nog niet klaar. We gaan verder met beneden uitbreiden. En we hopen ook dus onze filiaal op Lelydorp, want die is voorlopig in een gehuurpand. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de mensen te zeggen van dat komt eraan. Het is ook een van de vragen, de verzoeken, waarbij we dus moeten gaan naar een grotere locatie. Want waar we nu zijn is dan inderdaad ook veel te klein geworden. Maar het heeft echt allemaal te maken met de groei van de bank hoor. Ja. En om even terug te gaan naar de districten, worden lokale mensen aangetrokken of hoe gaat dat? Het liefst trekken we lokale mensen aan. Op dit moment, als we zeker kijken naar de gebieden op Acconi en New Aurora, hebben we daar een complete staf vanuit de plekken daar zelf. De mensen worden aangetrokken en ook gewoon helemaal opgeleid, ingewerkt in het banksysteem. Het voordeel is wel dat het ook gaat om jongeren die na hun middelbare school ervoor kiezen om terug te gaan naar hun geboortedistrict. En hetzelfde is eigenlijk ook op Albina het geval. Daar heb je wel dus dat mensen ook soms ervoor kiezen om daar te gaan wonen. We hebben tenminste 2 medewerkers die niet direct van Albina zijn, maar dus van of omliggende omgeving of tenminste één van de stad uit die zich daar heeft gevestigd. Als ik zo luister, gaat het heel goed met Godo. Ja, natuurlijk. Maar kijk, als je bezig bent, er is heel veel werk te doen. We zeggen dat het beter kan. We weten dat het beter kan. En er wordt gewoon eraan gewerkt dat het gewoon veel beter moet kunnen gaan. Want wat ik altijd ook vraag is dat de bank kan gedijen in die politieke omgeving. Zeker weten. Dus dat is het mooie van deze organisatie. Je bent als particuliere bank helemaal niet afhankelijk van de politiek. Dus je kunt je dingen naar eigen inzichten doen. De leden die zijn natuurlijk ook mensen van verschillende pluimage. Dus je krijgt geen ruimte om politiek te bedrijven binnen de bank. En dat maakt dus dat je dan eigenlijk dus een gedoseerd beleid kan gaan voeren. Dus niet de politiek heeft u hier geplaatst? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Ja, gelukkig. Is gewoon uw kennis en kunde en uw mooi. Nou, meneer Clement. Clinum, dat was echt een heel informatief gesprek dat we vandaag met u kunnen hebben. Wat zegt u tegen de gemeenschap, tegen uw leden tot slot? Nou, op de eerste plaats aan de leden wil ik aangeven dus dat wij blijven werken. We zijn op de hoogte van de noden waarmee ze te maken hebben. De vragen die ze hebben, de verwachtingen die ze hebben van onze organisatie. Het team werkt eraan om invulling eraan te geven. En voor zij die nog geen lid zijn van Godo, zou ik willen zeggen, meld u zich aan. Het kan online, het kan per WhatsApp, anyway, het kan altijd. Dus we staan er om u van dienst te zijn. Heel hartelijk bedankt. Dank u wel. Veel succes toegewenst. Op weg naar de 100, hè? Ja. Nou kijkers, dat was dan het heel informatief gesprek dat ik heb gehad met de heer Percy Clinum. Hij is directeur van Godo, dat is nu dus een van de commerciële banken in ons land. Godo die is vorig jaar december 50 jaar geworden en u heeft het gehoord. Heel veel plannen
En niet alleen in Paramaribo en omgeving zijn ze, maar zij zijn ook getrokken naar de districten en het binnenland. Heel goed om te horen. Maar u gaat niet weg, want zo meteen ben ik er met een ander onderwerp. Tot zo. Kijkers, welkom bij het tweede gedeelte van In Gesprek Met. U heeft het gemerkt, ik ben nu in de studio. En ik kan u nu al aangeven dat ik zo meteen een heel interessant gesprek ga hebben met iemand die niet in Suriname is, maar in het buitenland. Het is niemand anders dan Erna Afiankoi. En we gaan nu naar Erna. Erna? Goedemorgen hier en goedemiddag bij jou, hè? Goedemorgen. Is het al middag bij jou? Ja, bij mij is het bijna 4:15. Wauw, oké. Erna, welkom in gesprek met. Ja, toch? Oké. En je bent nu in Nederland. En ik heb nog begrepen dat je laatst een ongelukje hebt gehad, hè? Is dat zo? Hoor je me, Erna? Ja, ik hoor je heel goed. Je hebt me net gevraagd met betrekking tot ongeluk. Dat is inderdaad zo. Dus dat is niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor gebeurd. Okay. Gestruikeld dus op het station. En toen getuimeld, een paar treden gerold naar beneden. En godzijdank is het gebleven bij schaafwondjes. Een hele groet op mijn knie. Titanikje om te voorkomen dat het mogelijk kan leiden tot andere zaken die niet erbij horen. En dan heel veel lichaamspijn. Dus, en voor nu gaat het wel goed, nog wat pijn. De wond moet nog goed genezen, maar we zijn God dankbaar. Ik leef nog. En dat is goed. Erger uitpakken, hè? Ja, absoluut. Stel je eens voor dat ik op mijn hoofd terecht was gekomen of mijn stuit. Mm-hmm. Dan gebeuren er van de vervelende dingen. Maar ik kwam terecht op mijn ellebogen en mijn knieën. Waardoor de rest van mijn lichaam wat heel kritiek kan zijn. Beschermd bleven. Ja. Nou, daaruit kunnen we afleiden. God beschermt je. Altijd. En dan is de vraag, Erna. Plotseling hoorden we, Erna is in Nederland. Hoe is dat zo? Wat is gebeurd? Nou, ik weet niet of het plotseling is. Ik moest al heel lang in Nederland zijn. In mijn studie. Mm-hmm. Ik ben namelijk bezig te promoveren. Op de Universiteit van Twente. Waar ik dus in Suriname onderzoek doe. Binnen het bedrijfsleven. Laten we zeggen organisatiesruim. Bij de overheid. Bij het maatschappelijk middenveld. Bij multinationals. En ook de private sector. En daar ga ik bezig te onderzoeken hoe de cultuur in een land invloed zou kunnen hebben op hoe managers besluiten nemen in tijden van een crisis. Dus lang in Nederland zijn, het lukte niet vanuit een afstand, een paar achterstanden opgelopen. En van het ene kwam het andere. Toen ik er kwam dus, voetzetten 2021. Toen bleek dus dat ik niet direct terug kon naar Suriname vanwege COVID. Dus moest ik langer blijven. Nou ja, dan probeer je maken van het leven. En ik, ja, zo ging dat. Dus het was niet plotseling, het was gepland. Ik moest er al lang zijn. Als je dichterbij bent, kan je veel meer dingen, ook met betrekking tot mijn studie. De Nederlandse of Surinaamse nationaliteit? Ik heb de Nederlandse nationaliteit, dus dat is ook al heel zo. En ik heb het niet gebroadcast, omdat het ook niet nodig is. Overal waar ik gewerkt heb, weten ze dus dat ik altijd dit niet geheimzinnig heb gedaan. Dus mijn Nederlandse nationaliteit heb aangegeven. Vooral als je een contract moet doen. Dus dat heb ik ook dan ook altijd gedaan. Van Erna, ik ben niet genaturaliseerd, dat... hè. Oké. Okay, laat me dat zeggen. Ik ben geboren als Nederlander. En jaren geleden mocht ik dus mijn nationaliteit terugvragen. En dat heb ik gedaan. Oké.
Goed zo. Want sommige mensen zeggen het is een reisdocument. Voor jou is het een dubbele, een reis- en een werkdocument. Voor mij is het een reis- en een werkdocument. Maar aan de andere kant voel ik me ook een wereldburger. Suriname blijft in mijn hart. Daar ligt mijn Kumbado, zeg het toch? Kumbate. Kumbate, inderdaad, begraven. Dus ja, dus dat gevoel gaat niet weg. Maar ik aan het ene komt het andere. En ik ben altijd een vrijdenker geweest. Ja. En ik zeg, waar God mij leidt, daar ga ik. Juist. En we weten, dus jij bent iemand die je pakt aan, hè? En absoluut zagen we. Ja, toch? We zagen dat Moibere erna gaat in de politiek in Nederland. Ja, ik ga niet in de politiek. Ik ben in de politiek. Oké. Midden in de lokale politiek. Ik zit nu echt in het hart van de Utrechtse politiek. Meedoen. Volgende maand, 16 maart, met de gemeenteraadsverkiezingen. Okay. En ik woon in de gemeente Utrecht, dus dan doe je automatisch mee. Uit van de VVD, dus dat is de partij van Mark Rutte. Mm-hmm. En niet omdat hij Mark Rutte is, ben ik dus lid geworden van die partij. Maar gewoon vanuit het feit dus dat ik geloof dat je een verschil moet kunnen uitmaken. Dat heb ik ook altijd in Suriname gedaan. Mm-hmm. En de gemeente kan zoveel voor de stad, voor de gemeente. Omdat de landelijke politiek die is bezig met de grotere issues. Maar wil je verandering daar waar je woont, dan is de gemeente de verantwoordelijk. Ja. En dat was voor mij dus, de keuze was snel gemaakt. Ja, hè? Maar velen vragen zich af, waarom is Erna niet hier gebleven en hier in de politiek gegaan en hier een verschil uitgemaakt voor de mensen? Ik heb me altijd geïnteresseerd, Carla. Mm. Laat mij dat vooraf stellen. Ik heb altijd heel veel interesse gehad in de politiek. Maar de Surinaamse politiek vind ik toch nog een beetje te... niet direct iets voor mij. Laat het zo. Hier is het wat zakelijker. Hier is het toch wel wat anders. En dat voelt voor mij beter. Het gaat om de issues. Natuurlijk, politiek blijft politiek. Maar het gaat om issues. Ja. En ik geloof dus dat als we over de issues kunnen praten, en niet zozeer over elkaar, dat we dan in staat zijn om veranderingen te brengen daar waar we wonen. En dat is voor mij altijd een waarde geweest. Dat is dus het grote verschil tussen de Nederlandse en de Surinaamse politiek. De Nederlandse politiek is zakelijk, zeg je, en de Surinaamse politiek, wat? Hoe ga je dat? Ik vind het wat persoonlijker, maar waarschijnlijk heeft dat met de kleinschaligheid. Als ik kijk naar Utrecht, waar ik nu woon, dan zitten we er met ongeveer 360.000. Dat is ruim genomen. Is nog niet 360.000. Dat is bijna even veel, zou je kunnen zeggen, van het aantal mensen dat woont in Groot Paramaribo. Bedoel ik Paramaribo en Wanica, samen bij elkaar. En dat is heel Suriname. Dus dat we nog niet eens een half miljoen hebben. Niet een half miljoen, maar niet eens een miljoen hebben. De kleinschaligheid speelt een rol. Iedereen kent iedereen. Mm. En we hebben het veel meer over elkaar dan dat we kijken naar issues. Laten we eens eerlijk zijn. Naar de stembus gaan kiezen voor personen die op de een of andere manier weten om mensen in beweging te brengen. Ik wil niet zeggen dat het hier niet gebeurt. Maar hier heb je veel meer overtuigingskracht nodig. Om personen te overtuigen. Wat zal jouw aanwezigheid in de gemeenteraad betekenen voor verbeteringen en veranderingen die we willen zien in de gemeente. Dat zijn waar je op voorbereid moet zijn. Ja. Je hoort een verkiezingsprogramma te hebben en daarover worden er vragen gesteld. Dus wij starten formeel komend weekend de campagne, dus vanaf 19 februari. Dan is het knallen. Maar nu al weten we, er zijn een aantal debatten. En op de debatten, die debatten die worden georganiseerd door belangenorganisaties. En daar word je dan voor uitgenodigd om te komen uitleggen wat is het verschil dat jouw partij gaat uitmaken.
Om concreet te als zeggen, ik. wat is het verschil? De kleinschaligheid speelt een rol in Suriname. En ik vind dus dat we vaak genoeg op podia staan en mensen aanvallen, maar niet zozeer praten over de issue waarover het gaat. Dus als ik zo naar je luister, man. Daar, je moet kennis, kunde en ervaring hebben. Is niet zo dat je, je sluit je aan bij een partij en, je wordt je even geplaatst en je wordt gekozen. Nee, ik ben eerst heel goed getraind. Toppers van de partij. Een aantal, je moet kunnen aantonen dat je echt een aantal trainingen hebt. En daarna kom je door een selectieprocedure 1. De meest belangrijkste dingen ook is een bewijs van goed gedrag. Dat door het ministerie van Justitie moet geven. Maar je wordt ook gescreend op verschillende manieren. En je krijgt daarna een onafhankelijke commissie waar je dus moet gaan uitleggen wat je politiek wil en wat jouw beweegredenen zijn, etcetera. Want je hebt veel meer mensen, laten we zeggen veel meer leden, die kandidaat willen zijn. En uiteindelijk wordt er dan een keuze gemaakt, een advies uitgebracht, laat me niet zeggen een keuze, een advies wordt uitgebracht aan de leden van de partij. En dan heb je dan een speciale vergadering waar de leden dus moeten kunnen kiezen wie ze uiteindelijk op de kandidatenlijst willen. Nou, dat betekent niet als zomaar iemand komt op die kandidatenlijst. Nee. En het gaat heel transparant eraan toe, hoor. Alle leden krijgen dus cv van de kandidaten, laten we zeggen zij die zich kandidaat willen stellen, hun motiveringen, etc. Zodat ze zich kunnen voorbereiden. En op de meeting waar we uiteindelijk de kandidatenlijst moeten vaststellen, heb je nog de ruimte dat leden die voor een andere plaats op de lijst staan, die mogen het betwisten, de plek van een andere kandidaat betwisten en motiveren waarom ze denken dus dat ze moeten opschuiven of elders moeten staan. Maar het gaat erom dus dat er een commissie is die doet een advies. En nadat er een advies is, wordt er in de partij vergadering, partijraad, wordt dan een keuze gemakkelijk waar komt te staan. Ja, nou, want misschien kun je ons uitleggen, want jij bent dus nu op gemeenteraadsniveau. Wat zijn de verschillende niveaus die er zijn? De verschillende niveaus die er zijn, is dat je dus, dit is het meest lokale wat je kan doen, nou, het meest lokale. We hebben ook de wijkraden. De wijkraden die kijken echt, want binnen de stad heb je verschillende wijken. Je hebt de wijkraden. De wijkraden die kijken echt op wijkniveau. Wat moet er gebeuren? Bijvoorbeeld een stoplicht waar er een veiligheidscamera moet komen. Dat zijn echt de day-to-day activiteiten of situaties die moeten veranderen. Te en dan vergelijken heb je even, te vergelijken met RR en DR, toch? Je zou de wijkraden kunnen zien als de RR. Oké. Okay. Dat is inderdaad, denk ik, begrijpelijker. Ik breng het close to home. Close. En dat de gemeenteraad moeten we dan zien als de DR. Oké. Juist. En dan ook nog wat we noemen er zijn provincies in Nederland. En daar heb je dus op provincieniveau vinden er ook verkiezingen plaats. Die kunnen dan in de eerste raad, eerste kamer terechtkomen. En dan heb je dus de tweede kamer. En dat is dus wat wij kennen in Suriname moment. Ja. Okay. Er is wel een close samenwerking tussen de eerste kamer en de tweede kamer. We hebben betrekking te die worden genomen. Omdat ook in de kamer moeten besluiten die genomen worden ook nog bediscussieerd worden. Dus dat zijn de verschillende lagen. Ja. En Suriname, je weet, wanneer Surinamers praten over Nederland, is het meestal Amsterdam, Rotterdam. Die andere steden vallen bijna weg. En jij bent in Utrecht. Zijn er veel Surinamers in Utrecht? Of, Ja, Utrecht is een bruisende stad. En natuurlijk Amsterdam, dat is de grootste. En Utrecht is de vierde stad in Nederland. We hebben dus Amsterdam. En daarna Den Haag. Nee, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En dat zijn de vier grootste steden. In Utrecht bijvoorbeeld hebben we ongeveer 11.000 Surinamers wonen.
En het is een hele bruisende stad, waarom ik dat zeg. Maar ook kijken naar de verschillende etniciteiten. Er wonen er 72 etniciteiten in Utrecht. Dus multiculturelere en etnisch kan je niet hebben. Maar zo ziet dat eruit. Dus de grootste groepen die je hier vindt qua migranten, of met een migrantenachtergrond, zijn Surinamers, Antillianen. Maar ook Marokkanen is heel erg groot. Want natuurlijk om gekozen te worden moet je gaan lobbyen. Dus daarom wil Dat ik is weten, waar. ga je lobbyen onder de witte Nederlanders? Of nu zeg je 11.000, als alle 11.000 op je stemmen, dan ben je sowieso binnen, hoor. Ben ik grandioos binnen. Maar de kies is veel lager. De kiesdeler ligt nu op 25%. Dus een kandidaat wordt dan gekozen als je minimaal 25% van de kiesdeler heeft. In 2008 de kiesdeler op ongeveer 800 stemmen. Dus als je 25% daarvan hebt, dan kan je al binnenkomen. Ben je op een verkiesbare plaats? Ik zit op een verkiesbare plaats. Ik sta op plaats 15. 15. En voor ons, de 1 tot en met nummer 15, die voeren campagne, omdat tot en met 15 is een verkiesbare plaats. We hebben nu op de lijst hebben we 41 kandidaat. Wat niet betekent dat iemand op 41 niet kan doorkomen, want je kan ook met voorkeurstemmen binnenkomen. En Precies. ik wil sowieso met voorkeur binnenkomen. En Goed waarom zo. dat wil de partij al wil laten zien, ik ben ready voor de verkiezingen over 2 jaar voor de provincie, omdat ik wil doorstromen naar de Eerste Kamer en over 4 jaar ga ik meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen. En dan moet ik nu al kunnen laten zien van hey, meneer mijn grap. No? En de komende 4 jaar wil ik voornamelijk ervoor zorgen dat waar wij denken, dat de gemeenteraad niets kan betekenen voor ons, en met ons bedoel ik wanneer je migrant, ik ben niet geboren in Nederland. Ik heb het basisonderwijs niet gevolgd, ik heb het hoger onderwijs in Nederland gevolgd. Maar laten we eens eerlijk zijn, het voelt toch wel anders aan wanneer je niet in Nederland bent geboren en ook wanneer je een kleur bent. En omdat ik dat weet, weet ik ook wat er allemaal ook speelt binnen die gemeenschappen ook, met betrekking tot toegang tot een aantal faciliteiten en voorzieningen. En het maakt iets. Representatie, ja, doet toch wel iets hoor in de politiek. Absoluut. Het moment dat we zagen van, hey, Erna gaat meedoen aan de verkiezing. Sommige mensen maakten de opmerking, ay, laat ze wat kleur brengen in de Nederlandse politiek. Ben jij ook die mening toegedaan dat er wat meer kleur moet komen? Ja, want Nederland is multi-etnisch. Juist. We realiseren ons dat te weinig, denk ik. Kijk, het wokisme, met wokisme bedoelen we dus het activisme, in actie komen, protesteren, etc. Is prima. Af en toe moet je de samenleving wakker schudden, moet een paar mensen op straat gaan. En dan moeten we zeggen, we willen dingen anders hebben. Dat is acuut. Er gebeurt iets, je wordt gehoord, ook al verandert op dat moment niks. Maar je kan niet blijven in een constante activistische houding. Nee. Op een gegeven moment moet je ervoor zorgen dat daar waar besluiten worden genomen, dat je daar bent. Afgezien van de negatieve reacties, denk ik dat het gros wel achter je staat. En je heel veel geluk toewenst. En we poweren, als we konden stemmen, zouden we allemaal ook voor je komen stemmen. Kijk, dat was in de no. Klopt, dat is waar. Ik moet eerlijk toegeven dat ik heel veel positieve reacties heb gehad. Ongelooflijk, de afgelopen periode, mensen die ik niet eens kende in Nederland, die hebben van, hoe kan ik helpen campaignen? Hoe kan ik helpen flyeren? Hoe kan ik borden helpen plaatsen? Hoe kan ik dat helpen doen? Die zullen allemaal betrokken worden. En ik heb één ding geleerd. Weet je, Carla, ik heb één van de dingen die ik heb door in de Nederlandse politiek te zitten, is dat ik niet hoef te praten wanneer ik niet hoef te praten. Zo is dat. Ja, Dus ik word stil steeds zijn en stiller. luisteren. Yes, en dan hoor je en zie je meer. Absoluut. Erna, heel veel succes toegewenst. We go for it, together with you.
En net wat je zegt, al haal je deze keer niet, je gaat er de volgende keer voor. Dan kom je zeker binnen. Yes, absoluut. Power. Heel hartelijk bedankt, Erna. En all the best. Dank je. Dat voelt heel goed aan. Zoals op de Saranam Fasino. Jawa. Brasa. Mifira Power. Oké. Bye bye. En kijkers, bye. Zo zijn we gekomen aan het eind van dit gedeelte van In Gesprek Met. Waarbij ik een heel informatief en toch wel luchtig gesprek heb gehad met Erna Afiankooi. Zij gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, Nederland. En ze staat op plaatsje nummer 5. Laten we met z'n allen bidden en hopen dat ze binnenkomt. Want u heeft zelf gehoord, zij wil het verschil uitmaken voor alle Nederlanders, maar vooral voor de mensen met een migrantenachtergrond. En dat moet dan ook het einde zijn van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel heb ik een gesprek gehad met de heer Percy Kleenum. Hij is directeur van de Goddobank. En in het tweede met Erna Afiankooi. Volgende week woensdag zijn we er weer met een andere aflevering. U bent er dan ook. Tot dan. Goeiedag.